Je bent ondanks corona toch naar de markt gekomen. Ja, precies. Uit verveling. Ik ben niet ziek. En voordat we straks opgehokt worden. Hè? Je weet maar nooit. Ben je nou extra aan het hamsteren ook op de markt? Helemaal niet. Nee, echt niet. Ik heb niks. Kijk maar naar mijn tas. Ik heb niks. Heb je nog speciale maatregelen genomen om veilig op de markt te komen? Hou je bijvoorbeeld speciale afstand? Afstand houden wel. En voor de rest thuis gewoon weer handen wassen. Niet aan je gezicht zitten. Dus gewoon de algemene richtlijnen volgen. Marco, je staat met kaas. Het is overal in Leiden hartstikke rustig. Hoe is dat op de markt? We mogen gelukkig vandaag niet mopperen. De klanten die komen, die zijn echt gericht. Normaal heb je op woensdag ook altijd inmiddels een beetje shoppers. Nou, ze zijn echt boodschappendoeners. Dus mensen komen echt gericht de boodschappen halen. En dat kunnen we goed merken. Wordt er ook gehamsterd? Er wordt een klein beetje gehamsterd, ja. Een beetje eieren en aardappelen lopen te hamsteren. Melkproducten momenteel. Dus ja, we mogen erg gelukkig niet mopperen met onze omzet. Het gaat gelukkig gewoon normaal door. Is dit de laatste markt voorlopig in Leiden? Zover ze nu uitziet, staat aanstaande zaterdag staan gewoon de warenmarkt in Leiden centrum. Alleen de voet staat aanwezig. De non-food is helaas niet. En wat betekent dat? Hebben jullie nog extra maatregelen genomen of gaat het gewoon door zoals altijd? De ruimte moet extra gehouden tussen de kramen in. En ja, we werken natuurlijk zelf al heel hygiënisch. Nou, dubbel. Dus ja, goed rekening met wat de RIVM zegt. Jongens, hou ruimte. Zorg dat je schoon, hygiënisch, handen schoonmaken, desinfecteren en dat soort dingen meer. Dus ja, je houdt er wel goed rekening mee. Ik zie handschoentjes aan op de markt. Hebben jullie nog meer maatregelen getroffen? Ja, we hebben verschillende maatregelen genomen. Bij ons is het voornamelijk pinnen op het moment. Ja, cashgeld nemen we aan, maar liever niet. We desinfecteren de pin. Ja, inderdaad. We desinfecteren onze handen op het moment. En we geven het aan wanneer de mensen 1,5 meter uit elkaar moeten gaan staan. Omdat toch, ja, we willen alles doen om ons steentje bij te dragen op het moment. En dit is wat wij kunnen. En accepteert iedereen dat of heb je al discussie met klanten gehad? Ja, tot nu toe accepteert iedereen het. Ik denk dat iedereen ook wel achter de uitspraak van Rutte staat. En dat speelt ook mee. Dat een soort samenhorigheid creëert. En nou ja, dat speelt hier ook weer mee. Dankjewel. Veel succes vandaag, Jeroen.